Kijk eens, gaat het Piersma worden? Ah, dat komt van de Duin al hoor. Van de Duin gaat er overheen. Van de Duin, Piersma, van de Duin, Piersma. Het is Patrick van de Duin. Het is Patrick van de Duin. Ja! Van de Duin gaat er overheen. Van de Duin, Piersma. Van de Duin, Piersma. Het is Patrick van de Duin. Het is Patrick van de Duin. Wessel Piersma. En de andere Frank Thompson. Patrick van... Ze ging al vragen, maar jij kan gewoon zelf het antwoord geven. Rij jij vrijdagavond nog in de rode trui in Noordhorn? Of was dit echt je laatste etappe in de meerdaagse Noordveld-Westerkwartier? Jij kan het antwoord geven. De hoogtepunt moet je stoppen, toch? Vanavond de laatste avond. Ja, ga er dan wel vanuit. Goed, heel jammer, want we hebben van je genoten. Je hebt natuurlijk hele goede zaken, maar dames en heren, hij is B-prof, dus hij krijgt een ander programma, krijgt hij voorgeschoteld en hij gaan we hem zien in de slag van Norg. Dus ja, ik zei net, Piersma ging eigenlijk wat te vroeg. Nou, ik denk dat zijn demarage dat vroeg waren. Hij zei, want ik wil niet met Van der Duin naar de streep toe. En dat heeft hij ook gemerkt. En we hoorden al vroeg van Piersma gaat er vandoor. En dat dacht ik zelf al, dat doe je niet zo goed. Want Van der Duin die gaat jou nog eens een keer, die gaat er nog eens een keer overheen. Want het is wel een manneke, ik kan sprinten en jij kan ook sprinten. Dus aan elkaar gewaagd. Ja, dan kijken we rijden elke donderdagavond. Frank volgens mij ook op Duintje en Wessel. En dus ik denk iedereen kent elkaar. En ik had ook niet verwacht dat ze met mij zomaar naar de streep zouden rijden. Maar ja, zeker dan had hij een goede poging en ik dacht wat er ook gebeurt, ik rijd gewoon dicht. En toen zetten ze mij op kop, zo bleef ik controleren. En toen ging hij nog een keer, maar toen had ik heel snel gepareerd en toen kwam ik mooi op zijn wieltje. Nou, ik vind dat die jongen van u allemaal een fantastisch applaus verdient, dames en heren. Want hij heeft zich heel goed en heel mooi laten zien in deze meerdaagse. En we gaan er gewoon vanuit dat dit zijn laatste avond is van de meerdaagse. En, oké, Theo gaat nog even met hem overleggen. Maar de dagwinnaar van vandaag, geef hem een applaus, Patrick van der Duin. Ga er lekker tussen staan, ga er lekker tussen staan. De foto's en het applaus, dames en heren, voor deze drie kanjes. Ja, dat kan Dick, al jaren. Want hoe lang zijn jullie al sponden, Dick? Het Badhoorn rood. Ik heb het van de week over gehad. Ik heb nog een trui met geflapte letters in de kast liggen. Zo lang is dat. Die met de types die er nog op zijn gezet. Er was er nog geen van de tuur. Nee. Dames en heren, het Badhoorn rood, ketsklassement. Geef een applaus, Jeff Vermeulen. Ga er lekker naast staan, Melissa. Ga er lekker naast staan. Voor de foto's en het applaus. Van de Wielermeerdaagse. Een fantastisch applaus, dames en heren. Hij wint niet alleen Zevenhuizen, maar pakt hier ook de gele trui. Geef een applaus, Patrick van der Duin. Het Rabobank geel, jawel. Patrick weet hoe het moet, zonder pet. Anders komt de mevrouw van de Rabobank morgen met een blauwe voorhoofd op het werk. Hij staat je mooi, Patrick. Hij staat je mooi. Goed zo. De kussen en de bloemen. Hij gaat gewoon gezellig met z'n drie op het podium staan. Het applaus, dames en heren. En de foto's. Geweldig. Fantastisch.